Fijn dat je kijkt en luistert naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we aan de slag met paragraaf 5.3. En 5.3 gaat over de sociale kwestie. De industriële revolutie had heel veel voordelen, heel veel mooie, moderne vooruitgang voor Europa, maar had ook een nadeel. En dat waren de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders. En daar gaat het over bij de sociale kwestie en in deze video. Een van de onderdelen van die sociale kwestie was de kinderarbeid. Dat was echt een probleem, vonden veel mensen. Je zag dat kinderen in fabrieken werkten, lange dagen moesten maken en ook gevaarlijk werk deden. En daardoor ook niet naar school gingen, dus ook eigenlijk niks leerden. In 1874 wordt daar een wet voor gemaakt. Meneer Samuel van Houten, een Kamerlid, maakt een wet die kinderen onder de 12 jaar verbiedt om in een fabriek te werken. Zo je denkt onder de 12 jaar, ja echt kinderen van 8, 9, 10 jaar, die waren juist ideaal om te werken in een fabriek. Die konden onder machines klimmen, om bijvoorbeeld spoeltjes die van de machine waren afgevallen af te halen of draadjes op te ruimen. Super gevaarlijk werk, maar die kinderen mochten vanaf 1874 niet meer werken in de fabriek. Is dat dan het einde van de kinderarbeid? Nee, kinderen mogen nog aan het platteland werken en kinderen boven de 12 mogen ook nog steeds in de fabrieken werken. Dus nee, kinderarbeid ging nog een tijdje zo door. Maar je ziet aan het einde van de 19e eeuw wel langzaam een afname van die kinderarbeid. Dat komt onder andere omdat de arbeiders meer verdienen. Daardoor hoeven ze niet meer per se hun kinderen te laten werken. Ze kunnen zelf ook genoeg geld verdienen. Je ziet ook dat er meer mechanisatie in de landbouw komt. Dat betekent dat kinderen niet per se meer nodig zijn om papa of mama te helpen op het boerderij, want machines nemen dingen over. En misschien wel de belangrijkste verandering, en wat echt het einde voor de kinderarbeid betekent, dat is de leerplichtwet. De wet die kinderen verplicht naar school laat gaan. Kijk, zonder die leerplichtwet konden de kinderen in de fabrieken niet meer goed werken als er controle was. Maar als er geen controle was, dan konden ze die kinderen snel even verstoppen en dan viel het niet zo op. Maar als die leerplichtwet er is, dan moeten die kinderen aanwezig zijn op school. En dan kan je veel beter checken dat kinderen op school zijn en niet aan het werk zijn in fabrieken van het platteland. Dus die leerplichtwet zorgt ervoor dat die kinderarbeid echt fors afneemt, eigenlijk bijna verdwijnt. Nou, die meneer Van Houten, waar ik het over had, dat was dus een Kamerlid, die maakte gebruik van het recht van initiatief. We hebben het in de vorige paragraaf 5.2 gehad over de democratie in Nederland, die Kamerleden die steeds meer macht kregen. En een Kamerlid mocht dus ook zelfs een wet maken. En als de meerderheid daarvoor stemde, dan kwam die wet erdoor. Nou, dat deed meneer Van Houten. En zijn wetje, het kinderwetje van Van Houten, staat dus bekend als de eerste wet die de kinderarbeid probeerde aan te pakken. Hier zie je nog een foto. En een leuke toetsvraag zou zijn, is het een foto van voor of na de leerplichtwet van bijvoorbeeld 1900? Nou, dan zou je kunnen zeggen, nee, deze foto is ervoor, want je ziet hier de arbeiders uit de fabriek en de kinderen horen daar ook nog bij. En na 1900 mogen zij niet meer in de fabriek werken, maar moeten zij op school zitten. Goed, dat was de kinderarbeid, maar laten we even alle problemen uit die tijd, uit de sociale kwestie, even op een rijtje zetten. Nou, je ziet dat eigenlijk vooral het rijke gedeelte van Europa profiteert van de industriële revolutie. Heel veel fabrieksbazen worden superrijk, maar de arbeiders zitten met de problemen. Nou, ik noemde het al, kinderarbeid. Hele slechte leef- en woonomstandigheden voor de arbeiders, met grote gezinnen soms in kleine, smerige, vieze huisjes. Er waren ontzettend lage lonen en mensen moesten heel lang werken, hadden hele lange werkdagen, eigenlijk tot bijna geen vakantie. De machines waren gevaarlijk, zorgden voor smerige stoffen die naar buiten kwamen. Als jij protesteerde tegen de baas, dan werd je gewoon ontslagen, want er stonden wel andere mensen in de rij om te gaan werken. En op het moment dat jij dan ziek was, of jij raakte geblesseerd of zelfs gewond door bijvoorbeeld die gevaarlijke machines, dan was je je baan gewoon kwijt en had je geen inkomen meer. In de politiek willen mensen daar dingen aan gaan doen. En die problemen van de sociale kwestie willen ze proberen te laten verdwijnen. Je hebt in de politiek een aantal stromingen, een aantal ideologieën. En dat is een bepaalde denkrichting, een bepaald dingetje wat jij het belangrijkste vindt. De socialisten, het socialisme, dat is een ideologie, komt vooral op voor de arbeidersklasse. Het socialisme wil namelijk meer gelijkheid en die ziet zware ongelijkheid tussen die hele rijke fabrieksbazen en die arme arbeiders. Dus de socialisten willen meer wetten die beter zijn voor de arbeiders.
Die hebben ook een eigen partij, die socialisten. En dat is de SDAP, de Socialistische Democratische Arbeiderspartij. En je ziet ook een tekstje staan waarbij staat: de bevrijding der arbeidersklasse moet het werk der arbeiders zelf zijn. Het is een citaatje van meneer Karl Marx. Karl Marx is namelijk de grondlegger van het socialisme. Karl Marx is ook de grondlegger, zeggen ze, van het communisme. Die term ga je in de komende tijd bij geschiedenis vaker horen. Eigenlijk lijken het communisme en het socialisme heel erg op elkaar. Alleen is het communisme wat extremer. Want binnen het communisme zeggen ze, wij moeten het hele politieke landschap op zijn kop zetten. Iedereen moet communistisch zijn en alle wetten moeten daaraan worden aangepast. Terwijl het socialisme het wat geleidelijker doet. Die willen gewoon via verkiezingen meer macht krijgen en daar wetten mee kunnen maken. Karl Marx was in ieder geval de grondlegger. Hij vond dat er meer gelijkheid moest zijn. En uiteindelijk zie je dat er socialistische en communistische partijen ontstaan. Nou, de SDAP was dus een socialistische partij die vooral wetten probeerde te maken die positief waren voor de arbeiders. Een paar voorbeeldjes van die wetten die eigenlijk dan mede door de socialisten erdoor zijn gekomen. We noemen die wetten sociale wetten, omdat ze sociaal zijn en de zwakkere mensen in de samenleving dus beschermen. Voorbeelden daarvan zijn dan dat de werkdagen korter worden, de lonen worden hoger, zodat je ook minder hoeft te werken. Maar ook hulp als je bijvoorbeeld je baan kwijtraakt door een ongeluk, dus een uitkering. Als je invalide wordt door bijvoorbeeld een machine of omdat je ergens vanaf valt. En er komen regels voor woningen. Waar moet een woning aan voldoen? Er moet een raampje zijn om te kunnen ventileren. Er moet een goede aansluiting zijn op het riool. Zodat het een betere plek is, een goede plek is om daar te wonen en te leven. En na 1900 zie je dan dat door die sociale wetten de sociale kwestie eigenlijk verdwijnt. Of in ieder geval een stuk beter wordt, laat ik het zo zeggen. Ook mee helpt daarbij, dat is de oprichting van vakbonden. En dat is alweer het laatste stukje van vandaag wat ik in deze video behandel. Je ziet namelijk dat arbeiders vakbonden oprichten waarin ze gaan samenwerken. En dat wordt bijvoorbeeld een vakbond voor de mensen die werken in de wolindustrie. Of een vakbond voor de mijnwerkers. En wat doen ze precies? In die vakbond werken ze samen. Stel je voor, Pietje werkt in de fabriek en Pietje gaat naar de baas toe en die zegt, baas, er gaan een aantal dingen niet goed in de fabriek. Er zijn slechte omstandigheden hier om te werken. Dan zegt de baas tegen Pietje, nou, dan ga je maar weg, dan zoek ik iemand anders. Maar als Pietje zegt, goh, alle werknemers vinden dat het slecht gaat in de fabriek. En als je niet iets daaraan verbetert, dan stoppen we allemaal met werken. Ja, dan moet de fabriekseigenaar eigenlijk wel naar hem luisteren. En zeker als alle arbeiders uit een aantal fabrieken bij elkaar zeggen tegen al hun bazen, jongens, als we niet aanpassen, als we niet verbeteren, dan stoppen wij met werken. Dat noem je staken. En die vakbonden gaan dus samenwerken, de leden van de vakbonden gaan samenwerken en daardoor staan ze veel sterker tegenover de fabriekseigenaren. En die vakbonden die dwingen dus ook allemaal regels af die het leven van de arbeiders beter maakt. En die vakbonden zorgen er dus ook voor dat die sociale kwestie wordt opgelost. En je ziet sowieso dat steeds meer groepen opkomen voor hun eigen rechten. Dat noem je heel ingewikkeld emancipatiebewegingen. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die opkomen voor hun rechten. Er zijn dus arbeiders die opkomen voor hun rechten. Katholieken die voelen zich op een gegeven moment slecht behandeld, die komen op voor hun rechten. En dat opkomen van emancipatiebewegingen is wel echt iets wat in de tijd van de industriële revolutie, in de tijd van burgers en stoommachines, steeds meer naar voren komt. En daar gaan we ook later bij geschiedenis ook verder naar kijken. Tot zover deze video. Voor mijn doen een hele korte video. Ik hoop dat het iets duidelijker maakt voor je. Heb je nog een vraag, laat het weten. Bekijk ook even de paar filmpjes die ik onder in de omschrijvingen zet. Die helpen je ook extra bij het leren. En succes en tot de volgende keer.